Dit is een graf. Dylan, ren! Ren, Dylan, ren! Oh. Ik heb een open vatje, Dylan! Geef me je spullen! Geef me je spullen, geef me je spullen, geef me je spullen! Oké, okay, ren. Oh nee! Oh. Dylan, help! Nee, Dylan, help! Gros, help! Ik reed niet. Help, Gros! Oh, nee. Ik wil je echt heel erg bedanken. Half hartje, half. Diamonds! Yeah, dude! Yo, kijkers van Doe Maar Gamen! Vet dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Roleplay Survival. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Mijn naam is Job en ik ben hier samen met... Dylan, hallo! Ik ben hier samen met Dylan, the one and only, en jongens en meisjes. Wij gaan weer verder met ons avontuur in Roleplay Survival. Vergeet natuurlijk niet even die dikke, vette, mooie, blauwe... Like! Die mooie, dikke, vette, blauwe like. Laten we kijken of we weer over de 5000 zouden kunnen gaan. Het zou gewoon tepelhardend awesome zijn. Dus let's go for it. En vergeet natuurlijk niet alvast lekker mee te tweeten op Twitter. Met je like screenshot, met je Minecraft naam en met hashtag... Kano! Hashtag Kano. Als een baas. En Dylan, waar zijn wij de vorige aflevering nou precies geëindigd? Ja, wij gingen een beetje rond ons dorp kijken of we leuke dingen waren, of we leuke dingen konden vinden. En dat hebben we dus blijkbaar gevonden. Nou, of het leuk is, weet ik nog niet. Maar we zijn bij Mijnenveld. Mijnenveld? Bedoel je dan mijnen als die dingen die exploderen? Mijnen. Mijnenveld. Volgens mij zijn het met die... Ja, volgens mij wel. Heb jij toevallig een ex voor mij die ik even kan lenen van je? Want dan kan ik zo meteen even die... ik voel me net een code niet, die zo'n lintje doorknip, weet je wel. Ik hak een stukje hout weg om door te kunnen lopen. Nee, een ex bedoel ik. Dit is ook geen probleem. Ja, ik raak een beetje in de war omdat die tools zo veranderd zijn. Ik moet zeggen, ik zou het niet erg vinden als Minecraft ze hierin zou veranderen. Ik vind het er zo ziek uitzien. Ja, maar joh. Dat is één keer heel veel goed. Mijnenveld naar graf. Graf Labubu. Dus dit gaat naar een graf of zo. Waarschijnlijk zit er in dat graf een of andere schat of zo. Ik weet het niet. Ik denk het maar. We zullen het zien. Dus misschien komen ergens bij allemaal van die dode mensen of zo. Ik hoorde net al wel wat zombie geluiden. Dus ik denk inderdaad dat je wel gelijk hebt. Oké, Dylan, laat mij maar voorop lopen. En dan gaan we een beetje. Ik heb al die pressure plates, hè? Zul ik ze gewoon eens even voor de grap eentje weghakken? Dan kan ik kijken wat eronder zit. Oké, even kijken. Hier zit niets onder. Wacht even. Sorry! Oh, kut, je bent er overheen gestapt of niet? Was niks. Wacht, Dylan, wacht. Ik weet waar we niet op mogen staan, denk ik. Ik denk op deze. Wat is dat? Wow. Doe die kleur. Rook! Wacht, Job, laten we deze ook proberen. Zijn alleen maar rook. En hier dan? Oh, kut! Rennen! Oh shit! Net op tijd! Oké, we moeten even in een soort van punaise gaan lopen. Polonaise noem je dat. Als jij achter mij blijft lopen, dan zijn we in ieder geval veilig en kunnen we makkelijk om... Oh, Dylan! Gast! Achter me lopen even! Oh, deed ik dat? Sorry. Oké, dat is rook. Oh, gast. Ik denk dat dit een beetje zo'n soort van puzzelgedeelte wordt. Oké, ik heb niks geraakt. Oké. Wacht even. Ik hak even deze weg en dan kan ik kijken. Tik. Ik kan kijken. Ja, hier zit TNT. Hier, op deze. Onder deze. Oh ja. Dus, hier, ik heb hem kapot gemaakt. Oké. Ik schrok me dood. Ik heb hem meegenomen, Dylan. Rennen! Oh, damn! Gijs is getroffen! Je moeder is getroffen! Oké, Dylan, wacht. Ik ga deze kist zo meteen openmaken. Nee! Kijk eens, hier is een graf. Oké, blijf daar staan, Dylan. Niet bewegen. Want zometeen gaat de wereld gebeuren. Kijk goed, dit is een graf. Oh nee! Oh, ik ga bijna dood. Niet doen. Oké, Dylan, blijf stilstaan. Oké, even rustig. Blijf stilstaan. Dan ga ik namelijk heel even rustig. Dit is een graf. Dylan, ren! Ik heb een open vatje, Dylan! Oké. Gaat die kapot, geluid. Dylan, plan B. Blijf gewoon stilstaan. Niet bewegen. Nee, Dylan, niet bewegen. Blijf stilstaan. Ik heb echt nog maar 2 hartjes over. En ik ben nu aan het regenereren. Oké, ik heb een idee, Dylan. Want er is daar namelijk in die kist wat. Dus ik ga heel rustig naar die kist toe. Ik zie er ook een commandbox staan, like YOLO. En ik ga kijken wat er in die kist. Oh, welke was dat? Deze was dat, hè? Ja. Dit was die saaigheid getroffen. Oké, die is nu kapot. Oké, ik ga kijken wat er in de kist zit. Ah, niet heel erg veel, maar toch wel wat. Ik heb namelijk 3 golden nuggets gekregen. Maar of dat ons eigen leven waard was, dat weet ik niet. Ja, we waren bijna dood geweest. We waren bijna dood, ouwe. Maar wacht even. Ik heb het idee dat... Wacht even, hoor. Ik heb een plan. Hop. Zo. En dan deze hier. Wat is hier nou wat boven? Nee, hier is niks. Of wel? Wacht, ik pas even toortjes. Kut. Ik ben ergens opgevallen. Wacht even, hoor. Ik moet hier even is snel... Niks. Het is gewoon hier allemaal geëxplodeerd, waardoor het lijkt zo goed. Oh, man. Maar ik moet zeggen, dit was wel echt even een beetje een harde table momentje. Ik had heel even het idee dat ik doodgemaakt zou worden door al de TNT en dat bliksem uit die command blocks. Oh, dit erin! Oh, shit, ouwe! Ik hoorde het en jullie zagen mijn gezicht waarschijnlijk al kijken. Dus ik keek heel even zo van, wacht. Hoor ik nou TNT? En ik zag heel sneaky, tussen zo'n klein spleetje zag ik zeg maar zwart-wit. Dus ik wist dat er wat zou gaan exploderen. Holy shit, Dylan. We hebben er niet heel veel aan overgehouden, maar ik moet eerlijk toegeven dat dit wel echt even een schrikmomentje was. Ja, dat zeker, wow. Holy shit. Maar, jongens en meisjes, Dylan die is offscreen een beetje bezig geweest. We zijn natuurlijk wel weer teruggelopen naar de plek waar we de vorige aflevering geëindigd waren. Maar Dylan, jij bent bezig
geweest met het killen van koeien en met het maken van... Hoe heet dat ook alweer? Die gekke woordjes dat je op chest kan plaatsen, zodat je weet wat het precies. is. Precies. Kijk, want wij dachten van itemframes heet die dingen. Oh ja. Oh, wie is dit? Alex. Alex? Alex hebben we al gehad. Dat is die kerel met dat piloten. Oh, waarom blijft hij hier staan? Alex, jij vieze stalker, weg bij ons huis. We hebben geen zin meer in jou. Het is een bodyguard. Maar Dylan die heeft hier dus heel even wat itemframes geplaatst, omdat het namelijk niet heel erg interessant is om in de aflevering ons die itemframes te zien plaatsen. Maar daardoor is het nu wel lekker duidelijk waar alles in zit. Ja, oh ja, en die diamond, die gooi ik nu al even snel hierin. Alle oh ja, dat doe ik ook. Laten we anders nu maar even alles gaan sorteren, Dylan. Want anders gaan we namelijk zo meteen weer dood en dan zijn we alles weer kwijt en dat is kut. En ja, dan zijn we niet te vrolijk, denk ik. Gaan we weer gillen net als de vorige aflevering. Als jullie de vorige aflevering van Roleplay Survival niet hebben gezien, jongens en meisjes, check hem even, want ik kan jullie verzekeren, die vorige aflevering van Roleplay Survival, die is echt het kijken waard. Kijk hem even. Ja. Als jullie hem nog niet hebben gezien, uiteraard, want misschien hebben jullie hem al lang gekeken. Dylan, heb jij dit gunpowder blokje andersom gered? Nee, dat heb ik niet gedaan. Toen ik al die chat drukken was, dat zo. Oké, nee, dan is het geen probleem. Oké, Dylan, wij hebben de vorige aflevering, geloof ik, tegen de kijkers verteld dat wij weer een beetje op adventure wouden. En dat wij weer een beetje wouden kijken of we nog wat awesome quests konden vinden in dit gebied. Ja. Dus, nou, dan ga ik het even aan jou overlaten. Welke direction? Mag ik kiezen? Ja, je mag maar one direction kiezen. Oh, wat leuk, je op een band gerelateerde grap. Nee, maar kies maar. Welke kant wil jij graag op? Welke kant krijg jij een cijfertepel van? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak die kant op. Maar ook eigenlijk altijd als we die kant op gaan, dan vinden we ook altijd wel wat. Dan vinden we... Ja, want daar hebben we geloof ik die wizard, dat wizardhuis gevonden met die rare ja, heel lang geleden. Tovenaar. Ja, precies. En net dus dat ding in die cave, dat graf. Dylan, ik denk dat je gelijk hebt. Laten we daar naartoe gaan. Als je achter me aankomt, dan gaan we de noordelijke richting, is dat denk ik. Of de westelijke, ik heb eigenlijk geen idee. Moet je even in F3 kijken, maar ik snap dat nooit hoe dat werkt. Even kieken hoor, maar ik heb eigenlijk ook geen idee. Kan je het überhaupt wel ergens zien? Ja, als nou, ik weet het niet. Wel. Het staat er wel bij, maar er zijn zoveel cijfertjes en getallen en ik kan er helemaal niet tegen. Cijfers en getallen zijn hetzelfde. Er zijn zoveel letters en getallen, maar ik kan er helemaal niet tegen. Cijfers en getallen. Cijfers en getallen, no shit. Heb jij trouwens een zwaard bij je? Een zwaard, ja, ik heb een zwaard bij me. Super. Ik zie daar trouwens bij die mode, zie ik nog een hele weed farm. Misschien is het handig als we daar een keer een bezoekje gaan brengen om al het weed mee te nemen voor het maken van brood. Ik heb trouwens nog steeds een hele goede zwaard bij me met looting 3 en sharpness 4. Alleen die is bijna kapot, dus ik ga hem niet gebruiken. Wacht eens even, Dylan. Zou jij misschien eens even willen kijken hoeveel geld je eigenlijk hebt? Want ik heb namelijk zoveel dat ik de world border waarschijnlijk wel 2 of 3 keer kan uitbreiden. Of misschien wel 4 keer. Maar ik weet niet hoeveel geld jij in totaal hebt. Ik heb, 1100 maar. Stash winkel, bijna kijken, 1200. Koop je XP-punten. Oh, ik heb weer 344 erbij gekregen. Super. Oh, ja. Zullen we eens kijken hoeveel ik heb? Ik ben wel heel erg benieuwd. Oh, ik heb 18 XP. Zou ik het verkopen? Hoeveel XP-punten heb ik? Ik heb 18 XP. Zou ik het verkopen? Ja, goed plan. Ik wil wel even kijken hoeveel geld ik heb. Hoeveel munten heb ik? Oké. Wow! Ik heb 7100 munten. Meer dan 7 freaking 1000. Wat? Gast, en hoe duur is de world border uitbreiden dan? 550 maar. Gast, dan kan ik de world border 14 keer zo wat uitbreiden. What the fuck? Nou, geen 14 keer, maar wel meer dan 10 keer. Dat is echt niet normaal. Auw, dat is sick. Maar dat betekent wel dat als wij zometeen iets buiten de world border zien waar wij graag een kijkje willen nemen. Dan kunnen we dat inderdaad. En jij hebt ook nog eens geld. Ja, dus ik heb dat... nu 2300. Ah, dat is sick, man. Dan kun jij het ook nog eens 3 keer doen. Nou, Dylan, ik zou zeggen, ren achter mij aan als je mij ziet. En dan gaan wij eens even kijken wat voor epische shizzle de McFizzle Nistel wij allemaal nog kunnen vinden in deze epische roleplay survival server. Hebben we trouwens sugar canes? Die zijn ze wel. Zou ik het gewoon meenemen? Ja, neem maar mee. Dat is heel handig voor als we uiteindelijk willen gaan enchanten. Ja. Oh, shit. Oh, Dylan! Ik kan trouwens nu een music disc krijgen, denk ik. Kijk, als ik deze... Nee, niet killen! Niet killen! Oh, die moet elkaar laten ploffen. Ja. Kijk, let op. Wacht, ik kill de skeleton, oké? Die moet juist niet. Die hebben we juist nodig. Dan krijg je paarse. Wacht. Ik herinner het. Oké, nice. Die creeper is bijna dood. Ga aan de kant. Anders gaat hij achter jou aan. Kijk, let op. Ik ga helemaal weg, ja? Ja, oké, let op. Ik had die skeleton in een filmpje gezien. Die skeleton die komt achter mij aan. Oké, dan ga ik die creeper die ga ik hier houden. Even kijken, hoeveel heeft hij nog? Ik ging bijna die skeleton doden. Kijk, dat jij hem niet dood. Doe je zwaard al eens uit je hand. Ja, hij heeft nu nog maar 1 keer geraakt te worden. Ik moet even gaan eten, anders ga ik dood. Come on. Ja, dit gaan we halen. Het zijn nu 2, let op. Gaan we zo. Spectator van afstand. Ik loop er even omheen. Kijk, nu hij heeft de powerboard. Het gaat sowieso lukken. Epische battle. Ja, nu heeft je. Kijk, alle zombies bij je. Hij kan nog maar 1 keer geraakt worden. Come on. Ja, nu. Schiet dan. Ja, we hebben er 1. Heb je 1? Ja, een blauwe. Oh, het is toch gelukt. Nou, jouw geluk eigenlijk. Kleine achievement tussen. Het is ons allebei geluk, want jij wou beide killen. Dus ik zie jou in één keer op dat ding inrammen. Ik denk, nee, niet doen. Ik dacht dat die knieper die andere knieper moest laten exploderen. Killen. Ja, kom eens naar me toe. Kijk, ik weet waar je bent. Ik heb een kist gevonden. Hier, zul ik hem openmaken? Die hebben we al lang geleden volgens mij gevonden. Nee, er zit nog bone. Als jij die pijlen meeneemt en dat ei, dat gooi ik even op je hoofd. Dylan, neem een ei. Ah. Oh, deed nog damage ook. Wacht, misschien komt hier eentje uit. Nou ja, jammer ook niet. Nou ja, laten wij vooral lekker verder gaan. Och, joh. Maar het is wel vet. Ja. Oh nee, laat maar. Wat dacht je? Hebben we dit al een keer gehad? Dit hebben wij wel al onderzocht, ja. Geloof ik. Ja, hier zijn we geweest. Want daar waren pressure plates op. Ik weet ook van hier zijn we geweest. Ja, ik keek er ook heel even naar met zo'n idee van. Zijn we daar al wel naar binnen geweest? Maar zijn we inderdaad. Dat is met die wizard
weet je wel. Die al die rare tekens aan ons gaf. Oké. Okay. Maar hebben wij die achievement wel afgemaakt? Dat niet, hè? Nee, we hebben hem nooit afgemaakt. Ik kan hem echt niet erin. We moesten hem toen ingrediënten geven, jongens en meisjes. Maar we hebben hem niet alle ingrediënten gegeven, geloof ik. Zullen we gewoon even kijken dan? Als jij achter me aan komt lopen, inderdaad, dan denk ik dat wij daar wel wat wijzer uit kunnen worden. Ik kan me wel nog herinneren dat die. Oh ja, die persplate is nog steeds. Oké, okay, ik ben heel bang eerlijk gezegd. Want ik geloof dat hij toen heel boos op ons werd. Ja, hij is er nog. Oké, okay, volgens mij heb je wat ik nodig heb. Het is de wet om je wapens hier te verbergen. Doe je wapens weg, Dim. Wat gebeurt er als ik dat niet doe? Ik heb mijn wapen ook nog. Oh, ik kan hem staan. Oeh, doe niets waar je later spijt van krijgt. Nee, nee, niet doen! Niet doen. Hij werd heel boos. Hij werd net ook boos. Waarom zou je dat doen? Sorry. Even kijken. Wat moesten we hem geven? Oh, we moeten hem 12 strings geven. Hoeveel heb jij er? 12 strings. Ik heb er 3. Kun je hem die aan hem geven? Oh, laatste fase is begonnen. Voor het laatste ingrediënt moet je 1 enderpearl brengen. Slacht een enderman en breng hem bij hem. Heb jij een enderpearl? Een enderpearl? Nee, die heb ik niet. Misschien dat we die in chest hebben. Ik heb... Ja, maar... Oh, tering! Oké, okay, ik ga iets heel doms doen. Geef me je spullen! Geef me je spullen! Geef me je spullen! Geef me je spullen! Oké, okay, rennen. Even kijken. Wow, doet! Wacht, spring eens in de lucht. Wow, nog weg, gek! Sick! Zat dat zwaard erin? Oh! Oh my god, ik heb de wizard dood gemaakt! Nu kunnen we de achievement niet meer Nee! Oh my... Oh, hij is er weer. Oh my god. Ik dacht heel even voor een aantal seconden dat ik een hele missie had verpest. Waarom ging je hem dan mappen? Ik heb geen... Dylan, we weten nu wat we nodig hebben. Laten we hier maar een keer naartoe gaan wanneer we zeker weten... Nee, niet doen. Dylan, niet doen. Oh, ben ik dood? Waarom deed ik dat? Ik heb nog no shit, gast. Dat is bliksem wat op je terecht komt. Dat doet ziek veel damage. Ja. Dylan, laten we daar maar weer een keertje naartoe gaan wanneer we zeker weten dat we een emerald hebben. Want ik denk dat we daar... Want ik kreeg namelijk een beloning van 50 munten toen ik alleen nog van die strings gaf. En emeralds die of enderpearls zijn natuurlijk veel zeldzamer. Ja. Dus dan zal de beloning ook wel groter worden. Wat was dat? Ik hoorde weer een ontploffing. Ik denk dat hij nog een klein beetje boos is over onze komst van net. Oeh, ja. Ik denk dat hij ons niet meer zo aardig vindt. Ik denk het ook niet. We hebben namelijk... Maar dat zwaard wat ik heb gekregen, die heeft knockback. Wat heeft hij nog meer? Nou, hij gekregen? Heeft Charles 2... Gekregen, joh? Gestolen. Ja, het zijn allebei ge 1, dus in principe was ik toch wel deals eerlijk. Oh my god, dit is zo eng. Doet dit veel damage of heb je weinig gatjes? Nee, doe maar. Oh, 2. Oh, 2. Nou, toch wel weer netjes. Maar dat komt ook door mijn armor, hè? Precies, want je hebt full iron gear aan, dus dan is het nog best wel netjes dat ik aardig wat damage bij je aanricht. Oeh, oh, daar zijn we al geweest, of niet? Ik zie het niet. Dat witte daar in de verte. Zijn we daar al een keer? Nee. Dit zijn we... Jawel. Ik weet het niet. Oh, het is moeilijk, jongens en meisjes. Want er heeft een best wel lange tijd gezeten tussen de vorige aflevering van... Of nee, niet de vorige, maar die daarvoor van Roleplay Survival en alle andere. Want we zijn er een tijdje mee gestopt, als het ware. Dus soms moeten we even onze gedachten switchen naar de verleden tijd, om het even zo te zeggen. Maar ik denk dat we daar nog niet zijn geweest. Maar we kunnen altijd even een gokje aan. Ik bedoel, bij die wizard hebben we ook weer wel het een en ander meegemaakt. Dus laten we er even naartoe gaan. Ik word aangevallen door iemand. Of deed jij dat? Wat? Dat deed jij, gast. I'm not freaking stupid. Ik kijk naar achteren, ik heb een pijl in mijn anus geduwd en de enige die er zwemt is Dylan. Ik weet wie het was, hoor. Ik kon een skeleton zijn. Ja, een skeleton die er niet is. Ja, hier. Ik zie het. Hoe doe je dat? Wat? Ja, je schoot op me, maar je schoot uit je ding, of niet? Uit je wapen, of wisselde je heel snel? Ja, kijk, ik schiet en dan druk ik gewoon op 1, zodat ik meteen naar mijn zwaard ga. Oh, niet meer, maar dat moet je niet meer doen, want ik ben bijna dood. Dat ga ik niet doen. Ik dacht gewoon... Nee, je bent nog niet geweest, Dylan. Huh? Ik heb hier 2 chestplates gekregen. Ja, maar daar hebben we net vet veel van in de vorige aflevering. Oké, okay, Dylan, wacht even op mij. Oké, ik heb een plan. Laten we eerst even naar dat kleine alleenstaande huisje hier zo gaan. Lijkt me een goed plan. Waar? Wacht maar even met die kist openmaken. Ik sta hier achter je, Dylan. Waar? Beetje ver achter je, bij die lavapoel. Ik zag een naam. Hier. Maar ik zag een naam, een hele korte naam. Kunnen we zo meteen even gaan kijken? Laten we eerst even beginnen bij het begin. En dan kunnen we later even verder kijken. Want ik wil niet dingen over het hoofd. Kijk uit, Dylan! Nee, daarom moet je mij voor laten lopen, gast. We moeten even een opstelling aanhouden. Anders gaan we dood. Want jij liep ongeluk over die tripwire hoek heen. Hier, ik heb hem nu gesloopt. Zo. Oh, nu is er een skeleton doorgespand. Oké, ik ben nu naar binnen gegaan. Oeh, hier zat. Oh, strings! Die moesten we nog aan hem geven. Oh, als jij die strings mee kunt nemen, dan dump ik even de. Nice, dan dump ik even de nutteloze shit. Ah, damn, guys. Dit is zo spannend. Want we zijn namelijk weer bij een nieuw gedeelte aangekomen op dit moment. Oh, laten we. Even voor dit lava uitkijken. Oeh, viel er bijna in. Oeh, ik viel er ook bijna in. Oké, ik ga deze kist openmaken. Ik ga dat op een rustige manier doen. Niet helemaal open. Ja, helemaal open. Maar oké, laten we verder lopen. Even kijken. Ik denk dat we hier goed in de grond moeten kijken. Dit is echt zo'n plek waar. Ja, maar we kunnen beter niet te snel doorheen rusten. Dat is een beetje zonde. Het is wel leuk als we er een beetje aandacht aan besteden, zeg maar. Hier, ik heb anders het idee dat we te snel over de dingen heen gaan. Kijk. Oké, ik heb een man ontmoet. Deze man die heet Rick. Ik ga even kijken wat Rick mij te vertellen heeft, jongens en meisjes. Al die botten trekken veel skeletons aan. Ik kan er niet meer door slapen. Doodjes voor me. Ja, en ik moet niet ze. Ja. Oké, we moeten. Ik moet 25 skeletons killen. Dus het is handig als je mij de eerste 25 laat killen. Alleen, hoe gaan we die hier vinden? Het is licht. Ik denk dat we inderdaad even moeten wachten totdat het donker is. Daarom, even kijken, er lag hier een bed. Daar kunnen we zeker nu niet in liggen. Nee. Nee, dat klopt. Oh,
ik heb nu per ongeluk mijn span daar neergezet. Dat was niet heel erg slim van mezelf. Oh, dat had ik ook gedaan. Nou, dat is niet zo heel erg in principe. We zetten onze span binnenkort wel weer op de juiste plek neer. Hé, hier is geloof ik Coolblocks. Die kunnen we wel meenemen, Dylan. Dat is wel handig. Coolblocks. Oh ja, daar. Hier zo. Laten we die meenemen. Even kijken. Ik heb er 2. Dat is altijd handig. Die er weer bijna in. Je moet er niet invallen, dan ga je dood. Wow! Je stond net op het randje, ouwe. Maar dan moet je blij zijn dat je niet hiermee sloeg. Want hier zit knockback op. Hier zit knockback op. Oké, laten we hiermee stoppen. Dit wordt weer veel te gevaarlijk. Oh, dat is een konijn. Oh nee! Dylan, help! Dylan, help! Gos, help! Ik weet niet. Help, gos! Ik heb je gered. Ga het water. Oh, 1 handje! Oh, gast! Holy shit! Ik had je gered, hè. Thanks, ouwe. Ouwe, ben je? Ouwe, ik wil je een cadeautje geven. Nee, hier. Nee. Ik wil je echt heel erg bedanken. Half hartje. Half. Je zag jou zo in het water springen. Helemaal blij zo van. Yes, half hartje. Pots, dood. Oh, dit is te lullig. Dit is te lullig. Doe maar slashback. Ik gun het je. Sorry. Ik kon het even niet laten, man. Het spijt me. Ja, ik moest even een rondje door mijn kamer lopen. Ik was een beetje boos. Ik kan het me voorstellen. Oké. Dat was omdat jij die kist openmaakte terwijl ik hem al openmaak, oké? Ja, en ik had je nog wel gered, hè, toen jij aan het laven was. Oké, ik moet eerlijk toegeven. Ik hielp je nog met het blokje weghakken. Ik moet eerlijk toegeven, guys. Het was niet helemaal eerlijk. Hey, maar die cave waar jij het net over had, hè? Die zie ik hier nu ook. Wat? Je had het over een cave, toch? Nee. Die je hier zag. Oh, dacht je dat zei, want hier is een cave. Ik had het over. Ja, ik zag ook een naam. Dat was die Rick. Ja. Just Dylan fell voor mijn hype. Oeh, Dylan, ik heb je hulp eigenlijk best wel hard nodig op het moment. Want ik ga namelijk. Ik zit in een cave en ik heb het idee dat we hier wel wat leuke dingen kunnen vinden. Dus ik zou kijken of ik jou hier naartoe kan halen. Maar ik heb het idee dat wij dan waarschijnlijk de volgende aflevering even moeten kijken. Of ik 25 skeletons kan killen. En dan. Want dit moet er geloof ik botten voorstellen. Dit is wel een soort van. Ja, dit is waarschijnlijk een bot iets of zo. Dat nether quartz wat we hier zien, zeg maar. Heel episch gedaan, dat wel. Waar ben je? Ja, ik kom eraan. Oké. Ik ben het aan het zoeken. Als je naar dat bottengedeelte toe komt. Dan ben ik daar. Dus ik weet niet of je die ziet, maar... Oké, ja... Ik heb een klein beetje spijt van mijn actie, Dylan. Je krijgt zometeen een leuk cadeautje van me. Oké. En deze keer is het een normaal cadeautje. Als jij mij wat eten kan geven, want dat heb ik namelijk niet meer op het moment. Oeh, ja, dat is ook hard nodig. Heb je mij nou teruggevonden, of niet? Wat zeg je? Heb je mij nou teruggevonden? Nee, nog niet. Gast, Dylan, what the fuck ben je... Ik zie je achter. Oh, waar? Oh, daar ben je, super. Ja. Oké, maar heb je wat eten voor me? Dan heb ik ook een leuk cadeautje voor jou. Nee, ik heb niks. Oh, heb je echt geen eten? Nee. Ik had eten bij me toen je me had gekild. Ik heb hier een cadeautje. De leuke, oh zo mooie music disc is bij deze voor jou. Job. Nee, ik zeg me alsjeblieft, zeg me niet, Dylan, dat ik niet... Nee, je lult. Nee, je lult. Nee. Je lult dat je dat hebt gedaan! Je lult! Heb je nou serieus juist die fucking music disc in de fucking lava gegooid? Ik heb die skeleton en die creeper tegen elkaar op moeten zetten, wat ziek veel tijd kostte. En wat denk Dylan? Hey, laat ik die music disc als een USB-stick, hoppa, even in de lava gooien. Gast! Geef ik jou een fucking cadeautje uit blijk van dank dat je mijn leven hebt gered? Zie je het voor je dat iemand in het echt je leven redt en dat hij je dan een cadeautje geeft? Dat je dan dat cadeautje zo pakt? Hey, fuck you, bitch! Hoppa! Ik wou gewoon een cadeautje hebben, ik vond hem niet mooi. Oh, je vond hem niet mooi? Ja, hou niet van die muziek. Nou, joh. Ja. Ik had je ook gered. En dat vond je ook niet leuk, want je had je me ook gedood. Nou, dit is, laten we erop houden dat we nu kiet staan. Ja, ik sta nu kiet. Oké, dit is nooit gebeurd. Oké, Dylan. Als jij nu naar me toe kunt komen, naar die mine, dan kunnen we weer even een beetje er tegenaan gaan. Nee, niet naar die mine. Ik heb hier een mine gevonden. Als je even naar mij toe komt, ik weet waar je op het moment bent. Mine, ik ben terug op dat eilandje. Eilandje? Oh ja, daar. Ik ben bij je, ja. Kun je naar mij toe komen? Als je mij deze keer even voorop laat lopen, dan moet het goed komen. Ja, wacht, we moeten eerst de spullen oppakken. Heb jij je spullen nog niet opgepakt dan? Nee, nog lang niet. Oh, kun je dat misschien even doen? Maar waar is je gekild? Ah, nice, je hebt ze gevonden, super. Oké, let's go. Ik zag daar verderop, zag ik als het goed is een cave. Ja, kijk hier. Ik weet niet, ook het. Ik weet niet, moeten we niet. Oh my god, dit is zo vervelend. 3, 2, 1. Komt ie hoor. 3, 2, 1. Hard. Ja, bijna. Snot. Lekker voor de opname. Sorry guys, dat jullie dat moesten zien. Ik heb de afgelopen dagen, weken zelfs, heel erg last van hooikoorts. Mijn ogen beginnen dan te tranen. En mijn neus die is dan in de puberteit en denkt, fuck jou op, ik luister er niet naar. Ik laat het slot los wanneer ik dat zelf wil. Dat is zo ongelooflijk vervelend, jullie willen niet weten. Maar Dylan. Heb je toortjes? Nee, heb jij die? Nee. Heb jij hout? Nee. Oké, als we heel even snel wat hout pakken. Oeh, Dylan, het wordt nacht. Ja, oké, we kunnen die quest voltooien. Laten we eerst nog even de mine ingaan. Want ik bedoel, die quest voltooien we sowieso wel. Maar ik wil eerst even kijken wat er in die mine zit. Want de kijkers die zijn nou zoveel tegenslagen die we onderhand zijn tegengekomen.
komen. Daar denk ik best wel benieuwd naar. Dylan? Ja? Ik had geloof ik al die tijd al fuckles, maar ik wist niet meer de texture ervan. Ja, zo erg is hij niet veranderd. Nee, klopt. Maar op een of andere manier dacht ik even dat dat sticks waren, zeg maar. Dus, maar ja, maakt niet uit. Let's go. Ik heb het idee dat wij hier wel wat dingetjes kunnen vinden. Voor hetzelfde is je niks. Kun jij misschien het iron zo meenemen wat we op onze weg tegenkomen? Ja, zou ik willen doen, maar ik heb geen... Oh, jawel. Steenpickaxe. Oh, dat is cool. Dan verlicht ik even... Oeh, dit ziet eruit, jongen, als een enorme cave. Ik weet niet of deze cave ook echt door iemand gebouwd is. Daar komen we zo Er is hier zoveel iron, jongen. Je wil niet weten. Maar eigenlijk hebben we diamonds nodig. Want iron kunnen we namelijk gewoon in de shop krijgen, zeg maar, als in tools. En dat is eigenlijk het enige waar we het voor nodig hebben, naast een anvil. Even kijken. Ik kill even snel al deze mobs, want die irriteren me maarteloos. Ik verlicht, ik ben waarschijnlijk een stukje van je verwijderd, maar ik wil eerst even snel alles verlichten, omdat ik namelijk bang ben dat we anders zo meteen weer doodgaan. Zo, dit is allemaal verlicht. Hier is niks. En anders kunnen we zo meteen naar buiten gaan. Dan kunnen we hopelijk de volgende aflevering die objective voltooien. Even kijken. Nou, hier is niet erg veel te vinden, to be honest. Nee, Dylan. Ik denk dat wij ons wat meer moeten gaan richten, inderdaad. Of in ieder geval ik, want als jij namelijk skeleton skillt, dan helpt dat natuurlijk niet met het voltooien van de objecten. Ja, ik zit ook gewoon een beetje rond te kijken naar spullen. Oh! Nee! Bijna dood. Oh, ik zie je! Ik sprong, maar ik kwam tegen een blok aan en toen redde ik niet. YOLO! Plons. Oké, nice. Ben je naar beneden gegaan? Ja, ik ben naar beneden gegaan. Ik weet niet of jij hier ook bent. Ja, ik denk het wel. Want ik zag net jouw neentek en ik spon zo goed als achter jou aan. Zo, nice. Ja, het probleem is, ik heb amper eten bij me. Dus ik ga zo meteen denk ik dood als ik op deze manier doorga. Wel, ik vroeg net aan jou wat je eten. Ja, weet ik, maar toen had ik het niet bij me, want toen had ik mijn spullen nog niet op. Gas, dit gaat zo diep, hè. Dit is gewoon echt, als dit een rap was het echt diepe shit geweest. We zitten op niveau 14, dat is sick. Hier kunnen we gewoon diamonds vinden, ouwe. Dit is awesome. Serieus, waar ben je dan? Je name tag. Oh, nice, man. Ik heb het idee dat wij deze aflevering zometeen gaan afsluiten. En dat wij dan de volgende aflevering even die skeleton objective kunnen gaan voltooien. En als we die dan voltooid hebben, weer even wat nieuwe missies gaan zoeken. En misschien wel de world border kunnen uitbreiden. Want als we alle missies binnen de world border gedaan hebben, dan moeten we natuurlijk even kijken hoe we wat verder kunnen gaan dan waar we nu zeg maar al zijn. Waar ben jij? Ja, ik probeer te zoeken. Ja, ik zat eigenlijk wat bloks te pakken, anders kan ik hier nergens uit. Oh, man. Dit is echt zo. Oh, zie je daar? Oh, jij bent nog veel hoger dan mij zelfs. Ja, ik ben al veel dieper gegaan. Wacht, ik weet het al. Hier is allemaal redstone. Oh, het gaat nog dieper. Wat? Ja, ik ben bij. Oeh, nice gold. Kijk, dat hebben we nodig, jongens en meisjes. Gold is echt een beetje de main thing, als het ware. Dat kunnen wij heel erg goed gebruiken, want daarmee kunnen we namelijk weer geld krijgen. Oh, dit is lekker veel gold, ouwe. Nice. Oh ja. Wow, hier ook, als je doorloopt. Ik belicht het. Neem jij dat maar mee. Of ik neem het anders wel mee, want ik heb namelijk nu toch al gold in mijn inventaris. Dan heeft één iemand het bij zich. Neem jij de lapilla's hoodie en de redstone anders mee, want dat kunnen we denk ik ook weer verkopen. Oké. En iron kun je ook wel meenemen, want als we dat omsmelten tot iron ingots, kunnen we dat denk ik wel verkopen. Niet zoals het met die diamonds ging. Dat ging namelijk allemaal mis. Ik kan niet hakken. Ik heb een steenpickaxe. Oh, hier, oppa. Heb je twee? Oké. Oh, nou, waarschijnlijk niet. Ik heb er wel twee, super. Ik heb er zelfs drie op. Neem deze ook maar, Dylan. Dan kun je ze met elkaar toevoegen. Dan heb je een iets bruiks. Ja. Diamonds! Yeah, dude! Woehoe. Ja, oh man, hier ben ik serieus echt blij mee, want dat kunnen we echt goed gebruiken. Yeah. Oh, jongens en meisjes, dit maakt het weer een beetje goed wat er de vorige aflevering is gebeurd. Holy damn. Ja. Zo, hoppakee. Drie diamonds. Wat betekent, Dylan? Wat waard in de winkel? Nu kunnen wij... Nou, laten we dat maar even niet doen. Nu kunnen wij een diamond pickaxe maken. Dan kunnen we de obsidian mee hakken. En dan kunnen we uiteindelijk naar de nether toe. Oh, dat hebben we ook nog niet gedaan. Ik denk dat we daar nog wel even een tijdje mee moeten wachten. Omdat we waarschijnlijk in de overworld nog geen 1% hebben gezien van wat we allemaal kunnen zien. Ja. Dus dat is sowieso heel erg sick. Even kijken. Oh, ik wou net een blokje plaatsen. En ik zag jou in één keer vol in mijn scherm springen. Oh, god, okay, maar het mislukte. Oh my god. Nou, ik moet zeggen, Dylan. Misschien vinden we hier de volgende aflevering of deze aflevering nog wel wat meer diamonds. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik al best wel blij ben met de 3 diamonds die we nu al hebben. Ja. Weet je, laten we het hierbij laten, Dylan. Ik ben nu zo blij dat we het hiermee kunnen afsluiten, dat ik het ook maar liever gewoon doe. Ja, hè? Voordat we het zometeen weer verpesten, het moment, zeg maar, met dat we het verkopen zo. Dus jongens, meisjes, als jullie deze nieuwe aflevering van Roleplay Survival leuk vonden, Dylan, jij kunt gewoon even lekker verder hakken, des te meer oors hebben. Ik heb iets heel raars. Ik moet niezen. Ik pak gelijk even mijn zakdoek erbij. Ik zie allemaal zwarte blokken of zo. Oh nee, laat maar. Het was een shadow. Laat maar. Ik moet niezen. Maakt niet uit. Jongens, meisjes, bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Roleplay Survival. Vonden jullie hem leuk? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Een blauw duimpje omhoog achter. Als je dat blauwe duimpje omhoog hebt achtergelaten, dan kun je er even een screenshot van maken. Met paint of met giaatsen of wat dan ook. En dan kun jij die screenshot met Twitter, met jouw Minecraft naam en hashtag Kano, dus drie dingen. Hashtag Kano, je Minecraft naam en die screenshot van de like opsturen. Zo vaak als je kan op Twitter. En waar kunnen ze dan kans op maken, Dylan? Om in ons dorpje te staan op die stands. Als een episch standbeeld kunnen jullie dan in ons dorpje komen staan. Jongens, waar is je het wel voor het kijken? En in de volgende aflevering van Roleplay Survival zijn wij waarschijnlijk gewoon weer boven. Dat gaan we op screen denk ik even regelen. En dan gaan we denk ik maar de volgende afleveringen wat nieuwe en natuurlijk de objecten die we nu al hebben geaccepteerd even doen. Oeh, ik heb er zin in. Ik heb ook zin in. Jongens, meisjes, bedankt voor het kijken. Check even onze kanalen. Abonneer even op onze kanalen. Zouden we allebei heel tof vinden. En tot de volgende keer. Later, mensen. Peace.